Voortgaans in de trein. De weeskinderen. Als de gesmeerde bliksembullen beesten. De gemene dokter Varkensrit. Dat is meneer gemene dokter Varkensrit voor jou. En met jou ben ik nog niet klaar, Sheriff Woody. Ja, bullebeest! En zo werd de gemene dokter Varkensrib verslagen en bereikte de trein met weeskinderen veilig zijn bestemming. Wacht eens even. Je had een groot varkensschip en een vloot ruimtedrones? En toch verlies je van een cowboy op een paard? Ja, het ooglapje belemmerde mijn gevoel voor diepte. Ja hoor, de schuld van het ooglapje. Hoe dan ook, terug naar het speelbord. Wat zeer indrukwekkend is, als ik dat even mag zeggen, dat jij dit gebouwd hebt. Ja, nou, ik wilde een kaart maken met daarop alle belangrijke plekken die we zijn tegengekomen op onze spannende reis. Hey, wat doen we? Moeten we nu naar Andy's huis? Ah, kijk uit, Rex! Je hebt net Els speelschuur in het water gegooid. Oh, sorry, het spijt me. Ah, holle kop. Nu moet ik de hele stad resetten. Sorry, wat is dit ook alweer voor gebied? Ah, goed gezien, prikkelvriend. Dat is een speciaal deel van het spel genaamd Woody's Western. Je kunt er vrij ronddwalen en de wet handhaven, net als een echte sheriff. Cool. Kunnen we daar echt waar? Kom, we gaan. Alleen als die ene domkop belooft het niet tot pulp te trappen. Dat doe ik waarschijnlijk niet, dat beloof ik. Mooi, we hebben het mobieltje. Nu moeten we het mobieltje bellen met de huistelefoon. Rex wordt nog steeds vermist. En hij heeft nog steeds de draadloze telefoon niet teruggebracht. Laten we kijken waar die blijft. Kom op. Breng die telefoon naar Andy's kamer. Wij zoeken Rex en zien je daar. Jazeker. Jullie hebben hem gehoord, mannen. Lopen, lopen, lopen! Ik weet dat je hier ergens bent, Zirk. Ah! Rex, je zou de telefoon gaan halen en direct terugkomen. Nee! Het Buzz Lightyear-spel. We hebben dit al jaren niet gespeeld. Ja, ik heb het gamma-kwadrant bereikt. Ik ben bijna bij Zirk's vesting. Jongens, kom op. We moeten terug. Oh. Rex, we weten dat je hem kunt verslaan. Maar doe het snel. Thank you.
vindt je koude pakje echt te gek. Wil je nog koffie? Ja, mevrouw, met suiker en melk en kaneel, alstublieft. Natuurlijk, alsjeblieft. Kijk uit, het is de heks. De koffie blijft maar lopen en het houdt niet op. Koffie, Matopi. Uiteindelijk werkten we samen om onszelf te redden en kwamen gezond en wel weer thuis. Toen gaf Andy ons aan Bonnie en zo kwamen we hier. Nog vragen? Ja, hoe zit het met Bonnie's verhaal over die vervloekte bakkerij? Ja, je bent het spannendste stuk vergeten. Je hebt ons niets over de vervloekte bakkerij verteld. Vervloekte bakkerij? Dat wil ik horen. Ik ook. Vertel het ze maar, Ham. Oké, rustig maar. Dus, er was een rare kleine bakkerij bovenop een kerkhof gebouwd. Ontevreden spoken namen bezit van het gebak. Stel je voor, een land waarin voedsel mensen opeet. Voedsel dat mensen eet? Sst, hij zit op zijn praatstoel. Het was volle maan en de muffins begonnen rusteloos te worden. Ze hadden al wel alle inwoners opgegeten, maar hadden nog steeds honger.